de Smiley-bende. Er was eens een bende die er in 2003 voor zorgde dat meisjes in verschillende Nederlandse steden niet meer veilig over straat konden. Meisjes zouden namelijk verkracht worden of kregen een eeuwige glimlach. Slachtoffers kregen messneden in beide mondhoeken, waardoor het leek alsof de meisjes eeuwig zouden lachen. Vandaar dat de bende bekend stond als de Smiley-bende. Het verhaal kende verschillende vormen. De meeste verhalen gingen over dat de bende het voorzien had op individuen. Andere verhalen hadden het over groepen die aangevallen werden. Daarbij zou het lot van het slachtoffer bepaald worden door het uiterlijk. Zo zouden dikke meisjes standaard een smiley krijgen en zouden slanke meisjes eerst verkracht worden voordat ze met een scherp voorwerp bewerkt zouden worden. Het verhaal bleef echter onduidelijk en het werd verteld als: ik ken iemand die iemand kent die dit is overkomen. Niemand kon vertellen hoe het echt zat. De verschillende vormen van het verhaal en de onduidelijkheid ervan deed het verhaal af als een broodje aap. Desalniettemin bleek het wel een interessant verhaal voor journalisten. Verschillende regionale en lokale media berichten over de Smiley-bende. Het verhaal werd er echter niet duidelijker op. Integendeel, de media wakkerden de geruchtenmachine alleen maar meer aan. Dit broodje aapverhaal over de Smiley-bende komt niet alleen voor in Nederland. We kennen natuurlijk allemaal de eeuwige glimlach van de Joker uit het Batman-verhaal. Daarnaast gingen er rond de jaren 50 al verhalen rond in Schotland over gangs die gezichten zouden verminken. Dit verhaal is destijds overgewaaid naar Engeland, waar hooligans van de voetbalclub Chelsea een zogenaamde Chelsea Smile maakten bij hun vijanden. Ook zijn er verhalen van een dergelijke Smiley-bende bekend in Spanje, Frankrijk en België. Het bleef gelukkig echter bij verhalen, waardoor iedereen nog lang en gelukkig leefde.